Rijexamenkandidaten zakken vaker in de Randstad. En jongste strijdster van Nederland komt uit Houten. Goedemiddag, u kijkt naar U Vandaag. Kandidaten voor het rijexamen zakken in de Randstad veel vaker dan in de rest van het land. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, het CBR, denkt dat het komt doordat jongeren in de Randstad zelfverzekerder zijn en te gemakkelijk over het examen denken. Toch zijn er binnen de regio Utrecht grote verschillen. Kandidaten in Stichtse Vecht doen het vrij goed. In Zeist zakt meer dan de helft voor het eerste examen. Utrecht doet het beste van de vier grote steden, Rotterdam het slechtst. Opvallend is dat de gemeenten in het westen van de provincie Utrecht doorgaans slechter scoren dan die aan de oostkant. Bij een politieinval in een villa op vakantiepark Buitenborg bij Apkoude is de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. De politie doet onderzoek in een van de vakantiewoningen. En rechercheurs vonden vanmorgen een verdacht pakketje. De politie wil niets zeggen over het onderzoek. Omwonenden zeggen dat onderzoek van de politie vrijdagmorgen rond 6 uur is begonnen. In het huis zou een man alleen wonen. Op Buitenborg staan 220 villa's aan de Vinkeveense plassen. De politie houdt er rekening mee dat de woningbrand deze week in Baarn is aangestoken. Bij de brand aan de Gouden Regenlaan raakte de bewoonster ernstig gewond. Ze was buiten, maar ging terug naar binnen om haar hond te redden. Bij de reddingspoging liep de vrouw ernstige brandwonden op. Uit onderzoek blijkt nu dat de brand niet spontaan kan zijn ontstaan. De politie weet nog niet of de vrouw de brand zelf heeft veroorzaakt. We kunnen nog geen verklaring van het slachtoffer krijgen. Zij ligt nog altijd in het ziekenhuis. Het onderzoek richt zich natuurlijk ook op andere zaken, zoals een buurtonderzoek en het spreken met getuigen van het incident. De politie vraagt mensen die meer weten over de brand om zich te melden. Winkeliers in Hoog-Catharijnen zitten nog jarenlang in onzekerheid. Ze weten niet of ze na de verbouwing van het Utrechtse winkelcentrum in 2019 mogen terugkomen. Het nu nog verpauperde winkelcentrum moet een luxe uitstraling krijgen. Maar dat duurt nog wel een paar jaar. En welke winkeliers dan nog welkom zijn, is onduidelijk. Ondertussen zou de eigenaar van Hoog-Catharijnen, Corio, de huurcontracten van winkeliers hebben opgezegd zonder hen te compenseren voor hun investeringen in het pand. Onzekerheid dus voor de winkeliers. De winkeliers weten niet wanneer ze uit Hoog-Catharijnen zouden moeten, of ze terug mogen komen. En als ze terug zouden mogen komen, wanneer dat dan zou zijn, tegen welke voorwaarden. Zeker als je dan een zelfstandige winkelier bent en je huurcontract wordt opgezegd, dan beëindigt de verhuurder in feite je onderneming. De onduidelijkheid voor de winkeliers zal nog even duren. Hoog-Catharijnen is pas in 2019 helemaal gerenoveerd. Een tweet van de Utrechtse wethouder Mirjam de Rijk over het Tropenmuseum in Amsterdam valt slecht bij raadsleden. Woensdag liet de wethouder, die onder meer de promotie van de stad Utrecht in haar portefeuille heeft, op Twitter weten blij te zijn dat het Tropenmuseum open blijft. Het CDA in Utrecht is boos omdat het Geldmuseum in haar eigen stad dicht moet. En daar had ze zich volgens de partij wel wat meer voor kunnen inzetten. Ondernemers in Stichtse Vecht maken zich zorgen over de economie in hun gemeente. Volgens het bedrijfsleven slaat de crisis hard toe in het Vechtgebied. Maar lijkt de politiek zich dat nog niet te beseffen. Zo staan er veel winkelpanden leeg en zijn kantoorlocaties vaak duur en onaantrekkelijk. In de brief aan de politiek luidt de ondernemersvereniging Stichtse Vecht daarom nu de noodklok. Als de basisbeurs verdwijnt, zal bijna een kwart van de studenten niet meer kiezen voor een studentenvereniging. In 2015 wil het kabinet het leenstelsel invoeren. Volgens de Landelijke Kamer van Verenigingen, de LKVV in Utrecht, worden veel verenigingen dan opgedoekt. De LKVV heeft een enquête gehouden onder studenten. Nu is de basisbeurs nog een gift. Met het leenstelsel moeten studenten alles terugbetalen. En het mysterie van de haan in het kippenhok van burgemeester Van Bunnik is opgelost. Deze week zat hij er opeens en de burgemeester en zijn gezin werden wakker van het kraaien. Een zoekactie op Twitter volgde en via dat sociale medium laat de burgemeester nu weten dat de haan terug is bij de rechtmatige eigenaar. Amersfoort staat dit weekend in het teken van de 64ste Amersfoortse Tweedaagse. Nou, alsjeblieft en veel succes vandaag. Hartstikke bedankt. Op het Amersfoortse sportpark Vermeerkwartier zijn vanochtend duizenden sportievelingen in de stromende regen van start gegaan voor een tocht van 50, 40 of 30 kilometer per dag. Ze lopen onder meer over de voormalige vliegbasis Hoesterberg en door defensieterrein Vlasakkers. Veel deelnemers lopen de tocht als voorbereiding voor de Vierdaagse van Nijmegen. Dit is dé training voor de Nijmeegse. Ik zeg, hij ligt 3 weken voor de Nijmegen.
Ja, en dan is het, heb je toevallig een keer blaren, dan herstel je je voeten toch en dan kun je rustig Nijmegen op je gemak lopen. Want als je de tweedaagse uitloopt, het maakt niet uit of je nou 30, 40 of 50 loopt, dan loop je Nijmegen redelijk fluitend. Ja, vanmiddag in U Vandaag om 5:00 meer over de Amersfoortse tweedaagse. Ja, ze is waarschijnlijk de jongste schrijfster met een boekcontract in Nederland. Bonnie Venderbos uit Houten is pas 10 jaar oud en heeft nu al een boek uitgegeven. Het boek heet Het dier uit de toekomst en het ligt zelfs al in de winkel. Ik pakte mijn fiets uit de scheur en fietste zo snel ik kon naar de plek in het park waar ik het beest al eerder voelde. Het dier uit de toekomst gaat over de vriendschap van een meisje met een mysterieus dier. Alleen zij kan het dier zien. Samen beleven ze een spannend avontuur. Het verhaal heeft Bonnie in een half jaar opgeschreven, maar het speelt al veel langer in haar hoofd. Nou, ik was vorig jaar in groep 6 begonnen met een klein verhaaltje schrijven. En ik heb het een hele tijd laten liggen, maar later vond ik het terug. En toen dacht ik ga verder schrijven. De ouders van Bonnie vinden dat hun dochter veel te veel achter de laptop zit en willen daar eigenlijk een stokje voor steken. Totdat Bonnie laat lezen wat ze aan het schrijven is. Toen zagen wij tot onze verbazing dat er al heel veel tekst was. En dat het dus echt wel meer was dan zomaar een verhaaltje, zeg maar. Bonnie schrijft haar verhaal af, maar dan is het voor haar nog lang niet klaar. Ze stuurt de tekst naar een echte uitgever. Misschien is er wel een uitgever voor kinderen, dus ik ging googlen. En toen vond ik Bookscoutje. De uitgever vindt het verhaal zo goed dat ze er een boek van maken. Maar een boek moet een mooie voorkant hebben. Daar weet Bonnie wel een oplossing voor. Iemand bij ons tegenover die kan heel goed tekenen. En ik heb haar gevraagd om een tekening te maken voor mijn boek. En dat wilde ze heel graag doen. En nu is het boek klaar en ligt het in de schappen van een boekwinkel in Houten. Het is ook wel heel gaaf als je gewoon je eigen boek in hele bekende boekenwinkel ziet liggen. Toen stond ik plotseling vastgespijkerd aan de koude grond. Vlak naast me zag ik de grote kop van het dier. En als je wil weten hoe het verder gaat, moet je het boek zelf maar lezen. Ja, Bonnie heeft een 2-jarig contract gekregen van de uitgever en ze is nu alweer druk met haar tweede boek. Krijgt u tot slot nog het weer van mij. Er is eerst veel bewolking en van tijd tot tijd valt er buiige regen uit. Vanmiddag komt de zon af en toe door en zijn er steeds minder buien. En dat wordt dan maximaal 19 graden. En vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Tegen middernacht is het dan nog rond 15 graden. Dit was het voor nu. Straks een nieuwe U Vandaag om 5:00. Bedankt voor het kijken en heel graag tot later.